Ik mijd Amsterdam. Ik heb te veel herinneringen als ik door de stad loop, fiets of rij in mijn auto. Nee, het liefst blijf ik weg. 35 jaar lang werkte John Pell bij de Amsterdamse politie. Hij begon als portier en eindigde als leidinggevende bij de forensische opsporing. Overal waar je bepaalde zaken gehad hebt die heel vervelend waren. En dat zijn er nogal wat. Als je 1500 doden gehad hebt in onderzoeken, ja, dan word je daar niet vrolijk van. Ik heb PT6 opgelopen en dat gaat hartstikke goed met me. Maar hier en daar krijg ik nog wel een trigger. Een van zijn eerste klussen was de Bijlmerramp in 1992. Wat ik me kan herinneren is dat je twee flats had. Er was een V tussenuit. Zeer waarschijnlijk is het toestel met een van zijn vleugels op die baan terechtgekomen, die metrobaan. En wat mij dan wel bij is gebleven, is dat op een gegeven moment dat ik moest komen, werd een hele grote betonnen plaat werd er in kettingen gezet. En die werd zo omhoog getild, zo heel langzaam. Ja, dat beeld zal ik nooit meer kwijtraken. Er lag gewoon een heel gezin eronder. Dat vergeet je leven nooit meer. Nee. Als technisch rechercheur werkte Pell mee aan tientallen liquidatieonderzoeken. Waaronder de moord op Thomas van der Bijl in zijn café op de Willem de Zwijgerlaan in 2006. Volgens mij was het na 2 of 3 uur dat ik zelf pas het café in kon. En daar lag Thomas op zijn buik op de stofzuiger. Deze zaak was de doorbraak in een reeks van liquidaties in Amsterdam. Dus eindelijk hadden we een vinger erachter gekregen van de liquidaties die gaande waren in het milieu. Het was een heftige periode. Vele liquidaties achter elkaar. En omdat wij hier al van het vuurwapen een donor afhaalden, daar is de tactische recherche is daarop gaan werken. Ja, en is alles wel duidelijk geworden hoe het zat. Over al zijn ervaringen schreef Pell dit boek, Sporen liegen niet. Een van de dingen die Pell in die 35 jaar heeft zien veranderen, is het bespreekbaar maken van emoties bij de politie. Ik heb wel gehuild, maar je huilt stiekem dan, want je huilt van binnen. En kijk, nu mag je je emoties tonen. Nu, er is zoveel veranderd bij de politie. Maar ik kom nog uit het stenen tijdperk, zeg maar. Ja, dat waren andere verhalen.